Zondag 5 november, start van het zesde seizoen van Beers Gebuurt. Mijn naam is Jan Moeskops en mijn mede-presentator van vandaag, Maria van den Bos, heten jullie allemaal welkom hier in de kerk te Oosterbeers. De Andreaskerk, een multifunctionele kerk. Gisteren zat deze kerk net zo vol als vandaag, maar toen voor een totaal andere setting. Wij namen toen afscheid van Peer Hems. Ik schiet er weer van wat, sorry. Peer was namelijk een van de gasten van het eerste uur. Peer was altijd bij Beers Gebuurt aanwezig. Peer hield hier een geweldig verhaal over zijn slepende ziekte ALS. En we hebben allemaal al die jaren mee kunnen leven wat die ziekte teweeg brengt. En we hebben ook kunnen zien wat Peer allemaal tijdens zijn ziek zijn nog heeft betekend voor Beers en ALS in zijn stichting Beers in de Bres. Peer was een vaste bezoeker van Beers Gebuurt. Hij is er niet meer bij, maar u snapt het, in gedachten is hij bij ons. Ja, dat is even een moeilijke start. Laten we het even hebben over de kerk, maar ja, de kunst die wij hier zien. Ja, zoals te doen gebruikelijk bij Beers Gebuurt, hebben wij ook dit keer een kunstenaar bereid gevonden om zijn werken hier tentoon te stellen. Dit keer laten wij kunst zien van Mark van den Heuvel. Mark is in 1986 in de Beerzen komen wonen. Hij was meubelmaker en is later nog een studie gaan doen aan de Kunstacademie in Breda voor grafische vormgeving. Daarna begon het toch weer een beetje te kriebelen. Ging hij verder met zijn meubelmakerij. Maar dit keer is hij een eenmansbedrijf gestart in de Sint-Jorisstraat, atelier 17. Ondertussen is hij ook beeldend kunstenaar. En onlangs heeft hij zijn 10-jarig jubileum gevierd met een overzichtstentoonstelling in zijn eigen atelier. En zijn werk wat hij hier ziet, heeft hij niet voorzien van een titel of van tekst. Want hij vindt dat de mensen zelf moeten kijken, ervaren, voelen eventueel wat ze ervan vinden. Mark is een kunstenaar die een heel mooi iets heeft. Hij kijkt namelijk naar voorwerpen die versleten zijn, eigenlijk onbruikbaar lijken of alledaagse voorwerpen, en probeert die te verwerken in zijn kunstwerken. Mark is hier aanwezig. Mark, waar ben je? Wil je even gaan staan? Helemaal achterin, tegen de muur, staat Mark. Kijk al, we zitten. Mark, ja, daar is hij. Mark die is heel de middag hier aanwezig, dus mochten jullie interesse hebben, vragen hebben, meer willen weten over zijn kunstwerken, dan is hij hier aan te spreken. Verder hangt zijn werk op dit moment in het Kruisenhuis in Oorschot. En vanaf 12 november heeft hij tot 26 november een tentoonstelling in zijn atelier 17 aan de Sint-Jorisstraat. Samen met een andere kunstenaar, Ageet Boersma, waar jullie ook van harte voor zijn uitgenodigd. Dat was de kunst voor vandaag. Jan. En een van onze gasten en de rest van de gasten die zitten voornamelijk hier vooraan. Hartelijk welkom, want dankzij deze gasten wordt dit programma een succes. Dankjewel dat jullie er al zo in grote getalen zijn. En verder een speciaal welkom aan de nieuwe burgemeester van onze gemeente, Judith Keizers, die gelukkig ook meteen al aanwezig is. En ook een speciaal welkom aan een mevrouw die, zoals ze zojuist zei, in haar 100ste is. Anneke van Hoof Walen. Hartelijk welkom, Walen Anneke van Hoof. En dan starten wij nu meteen met een nieuw item in Beers Gebuurt. Een primeur. Een gefilmd interview met de oudste inwoonster van de Beerzen. Anneke. Nou, ik sta hier bij de aanleunwoningen in Middelweers. En ik ga op zoek bij de oudste inwoonster van de Beerzen. Mevrouw Anneke Walen van Hoof. Ze is enkele weken geleden 99 geworden. En wij zeggen, dat verdient een bloemetje. Hoi, Anneke. Anneke. Ja, sorry. Hey. Dat je nog eens komt. Maar dat had je niet gehoeven. Nee, maar als je 99 wordt en de oudste inwoonster van Beers, dan verdient een bloemetje. Zal ik ze maar vast in de keuken neerzetten? Ja, of zet ze in een vaas, dat mag ook. Zo, dan lezen ook niks, hè. Deze wacht wel, dan gaan we maar zitten, want... Dat is goed. De afwas, dat kan straks nog, hè? Dat kan straks ook nog.
Dan had ik me een soort naar haar toe. Ja, want, goed. Zo. Nou, dan buurt u even. Waar gaat u zitten? Ik zit altijd door in mijnzelfde stoel. En dan kan ik hier zo zien wat er aan de pestdijk naar het bejaardenhuisje. Ja. En dan denk ik, wat krijgen die mensen toch een bezoek? We kunnen je mijn ursus vertellen, wat is nou het geheim? Hoe worden 99? Een beetje regelmaat. Dat vind ik van heel groot belang. Ik sta rond 8 uur op. En eer je dan zelf, ja, je moet toch thee zetten en alles zelf doen. Hè. Ja, en dan werk ik het een beetje bij. Mm-hmm. Bed opmaken en hier dat hier allemaal meetgegevens. En nou zat ik jou net eens van dichtbij te bekijken. Ik zie verdomd weinig rimpels. Ik doe er, nou, dat zou ik gerust zeggen, als ik eens ooit ergens mee heen moet, dan doe ik er wel eens een keer een beetje crème over mijn gezicht, maar anders smeer ik niks. Dus eigenlijk qua verzorging hoefde je niks extra's te doen? Ja. Je wordt vandaag lullig. We kunnen het schoonste pakken aan hebben, of jurk. Maar als je uw haar niet verzorgd uitziet, dan is het niks. Veel kennen jou als Anneke de Naaister. Ja. Ja? Ja, dat was zo, ja. Voor een dubbeltje en een kwartje. Wij moesten erover doen? We doen. Een broek langer maken of korter maken voor een kwartje. En een mouw en een dubbeltje en zo. En een mouwen schortje. En dat was een heel werk voor een kwartje. En ik hoorde ook vertellen dat jij ook trouwjurken maakte. Ja, veel. Heel veel heb ik er aan gekleed, ja. Ja. S'morgens dan stonden ze te kijken en ze hadden, kijk, bam. Want ja, dan worden meestal essen en bovenhand boven aangekleed, weet je niet. Maar dan moest die corsage er nog op gedaan worden, de ritskosten, de aten niet dicht. Ja, en zo, maar s'avonds kosten ze wel uit de wijn. Ik had Anneke niet meer nodig. Heb ik uw eigen trouwjurk gebakt? Die heb ik ook zelf gemaakt, ja. Kijk. Oh, prachtig. Zie je? En de Frans ook vreed, hè? Zo, echt wel. Ja. En wij hebben naar de rand nu een trouwjurk gedaan. De mouwen kon ik vanavond gebruiken. En van de sleephekken die we lijfje gemaakt. En dan heb ik het nog als blouse. Nee. Ja, die heb ik nog in de kast, ja. En net als Anneke, zo net als het nieuws en zo, houd jij dat ook nog allemaal een beetje bij? Om 6 uur dan zet ik het nieuws aan. Daar werk, ja, dat doe ik zo, want anders dan deed er helemaal niks. Maar, ja. Hè? Ja. En lees ook nog de krant? De krant heb ik wel en ik kijk wie de, het eerste kijk ik wie dat er dood. Maar dat kun je nog goed lezen. Nee. Zijn jouw ogen nog goed? Nee, mijn ogen die versleten meer als mijn mond. Oh. En net als jij iets wilt lezen, Anneke, hoe doe je dat dan? Dan leg ik dat door onder. Hè. Heb ik nog niet zo lang, maar ik weet niet wat ik de verhuur voor moet betalen, dat weet ik niet. En dan ga ik hier... En dan ga ik hier zitten. En dan schuif je het onder? En dan schuif ik het zo mee door. Ja, dan kun je toch nog iets lezen, hè? En net als verhandwerken dan, want dat doe je ook nog. Ja, dat zeggen de mensen, hoor, dan kun je nog... Maar dat kan ik hier niet. Dat gaat daar niet van. Dat geef je hier niet van, want... Kijk, je kunt uw werk toch daar niet opleggen. Mm-hmm. Dan moet... Dat kunt er niet staan. Nee. Als het water open was, ik heb... Dat komt ook, echt, hoor, ik heb nog eens gevoel... Ik dacht, dan kon ik dat door mijn plakband tegen doen en dan kon ik dat zo nog halen. Ja, hè. Ja. Maar dat ging niet. Maar je kunt nog wel handwerken. Ja, dat doe ik toch wel. Deze heb ik ook eens gehad met Sinterklaas en dat moet ik nog helemaal doen. Mhm, en nog veel werk. Zie je? Prachtig. Ja, deze is nou, raak nou zo maar opgezet. Maar hier zit ik altijd op mijn stoel. Panlappen, die hebben ze allemaal geren. Je bent op latere leeftijd getrouwd. Je hebt geen kinderen. Nee.
En ondertussen ben ik in 99. Hoe is dat nou? Zo van, ik kan me voorstellen dat er veel mensen in uw omgeving ondertussen gestorven zijn. Je kan hoe langer hoe meer. Je weet niks meer. Als je niet meer in het dorp komt, je kan niet meer in de kerk, je kan geen al niet. En je hoort al niet zo goed, maar dan moet je gerust weten. Dan hebben ooit momenten dat je dat niet meer hoeft. Ja, dat snap ik. Daarom ben ik nog zo blij dat ik deze nog kan. Ik heb al heel wat afgefrut. Hey, en had je nou nog meer wat jij door de week hier doet? Jij ging eerst naar de gym, dat doe je niet meer. Naar de gym ga ik niet meer, maar naar de geheugentraining ga ik nog wel rennen. En was het dinsdag zo. En zoensdags ga ik kaarten. Ging het dan ook om geld? Ja, om centen. We doen nog om centen. Hebben die nog? Quick matters. Jongen. Jij hebt er zelf. Gisteren had ik nog een lied gewonnen. En dan zit hij. Nou, kijk, ik doe zo. En dan leg ik dan door. Net. Maar tellen doe ik. Nou, weet er veel van. Ik weet nou veel van jou. En straks weet heel Beers veel van jou.